Den Haag, plein 4, het ministerie van Defensie. Van hieruit worden de beleidslijnen bepaald die nuttig en nodig zijn voor ons land en haar krijgsmacht. Dit is de zetel van Zijne Excellentie de Koster, onze minister van Defensie. Hij is er de man niet naar om zijn beslissingen alleen van achter zijn bureau te nemen. Op het ogenblik vliegt hij naar Den Helder om een werkbezoek aan de marine te brengen. Na inspectie van de wacht vaart de minister met de vlootvoogd en hun respectievelijke adjudanten per sloep naar de kruiser De Ruiter. Na afloop van de steampast keren de kleinere schepen naar Den Helder terug, terwijl het eskader in schermformatie zijn koers in zuid-zuidwestelijke richting vervolgt. Dan laat onze marine luchtvaartdienst een staaltje van haar kunnen zien en horen. Het is een schitterend gezicht wanneer een Neptune aankomt en hetzelfde geldt eigenlijk ook wanneer je de Breguet Atlantic ziet. Vanaf het vlaggenschip zelf wordt door de torens 1 en 2 een salvo afgegeven. Een gelukkig feit is dat je weet dat je kunt zwemmen. Het enige wat je zelf moet doen is je benen omhoog houden, opdat je niet in botsing komt met de reling. Een merkwaardig vervoermiddel is de helikopter. Beter dan vanuit enig andere plaats kun je het eigen land bekijken. Dit is zomaar een dag geweest uit het druk bezette leven van Zijne Excellentie de Koster. En als ik vandaag goed gekeken heb, dan kan ik niet anders zeggen dat het alles perfect in orde is.